Hallo mensen en welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Ik heb even de camera vast, want Job die gaat aan de slag met daar die grote zwarte blokken. Ja, dat is de backup. En ja, daar moeten we nodig wat spullen naartoe kopiëren, wat bestanden, want ja, de laptop is vol geslipt en zoals jullie gisteren gemerkt hebben, was het niet helemaal gelukt met een render. Dus ja, maar ja, goed, die video hebben jullie als het goed is nu al gezien, want die komt er dadelijk op. Ja, we gaan eerst zorgen dat onze systemen weer een beetje in orde zijn. Zeker, zeker. Het was het idee om misschien wel deze te gaan gebruiken om te editen ook, hè? Ja. Ja, er zit momenteel geen videokaart in, maar ja, dat is natuurlijk zo bijbesteld, dus... Nee, ik denk dat het een goed idee is, want als we dat doen... Dan hebben we ook de laptop weer altijd beschikbaar en dat is ook wel handig. Want dan kunnen we daar, die hebben we eigenlijk voor SolidWorks natuurlijk ook. Alleen we misbruiken hem nou een beetje ook om te editen. Omdat onze andere laptop niet zo geweldig meer was. Maar ja goed, we gaan deze computer moet het nou, die moet nou worden eigenlijk, hè. Oké, ik ga even in de werkplaats nog het een en ander mee oprommelen. Dirk is al aan de slag, kom we gaan kijken. Hallo? Hallo! Ah. Goedemorgen! Ja, ik heb net al even uitgelegd dat de planning een beetje is gewijzigd. Maar wij gaan deze rommelhoek een beetje oprommelen. Ik ga eerst even kijken, want de camera staat kei donker ingesteld. Oh, volgens mij moet jij de knopje draaien. Welk knopje moet draaien dan? Ja, hier, oh, dit. Ja, dat dacht ik. Dat... Oeh! Hey. Nou zie ik wat, ja. Ja, dit is hem. Hé hey Luca, wat doe jij nou weer binnen? Kan jij eens buiten het boel bewaken? Mooi. Ik kom even me helpen. Ja, dit hebben we gewoon zo in één keer mee verhuisd nog van de oude werkplaats. Er ligt echt van alles tussen. Nou, er ligt gewoon een stukje buis tussen, een steekasje. En dat zie ik hier nog. Een gasmengstuk. Hydraulische cilindertjes. Een klepblok. Ja, er zit wel een dingetje dwars. Wat zit je dwars? Dat we hier met 5 minuten mee klaar zijn. Wanneer kunnen we de TL-buis wisselen? Oh. Of in ieder geval ontkomen. Maar ik weet ook iets wat we kunnen doen. Nou. Die motor in die tankhuizen. Ja, dat klopt. Dat zou ook nog wel kunnen. Ja, eigenlijk, dat moet wel gebeuren. Hè? We kunnen sowieso die dynamo in elkaar zetten dadelijk. Ja, maar ja, als we dus geen vlog maken vandaag... Kunnen we maken wel een vlog, want waarom denk je dat ik nou de camera in mijn hand heb? Ik heb Job aan de computer gezet, die gaat kijken naar die backup computer. Ja. Weet je wat hij ook zei? Oh. Hij zei dat die computer best wel een brute machine is en als er een videokaart in zit, we er ook op kunnen editen. Oh. Dat zou nog beter zijn, want dat betekent ook dat we de laptop weer gewoon altijd dus vrij hebben. Dus dan krijgen we een echt kantoor ook. Ja, niet normaal hè. Ja, dat moeten we inderdaad, ja, een echt kantoor. Oké, ja, ik ga de camera wegleggen, ik ga je mee helpen. Hallo. En nu, hè? En nu? Hey, we kunnen ook nog even de fiets aftesten en dan is dat ook klaar. Ja, dat moeten we dan eigenlijk doen. Oh, gaan we straks doen. Ik zal dadelijk eerst even kijken hoe het gaat met de computer bij Job, want die is aan het kopiëren. Ja, deze die mag ook in elkaar, hè? Ja, dat mag die niet, dat moet die. Nou ja, dat is zo. Ik kan nog wel eens even kijken, misschien een draadeindje zou wel. Nee, ik heb al gekeken vandaag. Echt? Ja. Sorry hoor, dat is een hele lastige. Tja, het ziet er wel mooi uit als die spuitstukken erop zitten. Eigenlijk vind ik het zonder spuitstukken er ook wel mooi uitzien. We kunnen ze ook gewoon zo in de tank leggen. Oh ja. Ja, dat zou kunnen. We kunnen beter maar niet starten, denk ik. Maar dat hoeft toch niet. Ja, goed. Zo. Mooi hoor. Zo.
Nou heb je in één keer goed zicht op je werkplek, hè, Dirk. Dat is wel fijn hoor, maar hij knippert een beetje. Af en toe gaat hij harder en zachter branden. Dus niet zeggen dat we die TL moeten vervangen, want het is dit keer een lampje. Ja. Die hebben ook al van die TL-streken. Nou ja, het is een LED-lamp. Oké. Hey, dynamo dus dan, hè? Ja, dat is een dingetje wel. Ja, kijk. Het ligt hier in onderdelen op de werkbank. En hier zitten wat kabeltjes in, daar zo. Dus even kijken. Kijk. Daar liggen wat kabels in. En hier zitten diodes aan die kabel. Ik heb precies niet staan, denk ik. Oh. Ik denk dat dat diodes zijn. Ja, waarschijnlijk. We hebben een euvel hier, zeg maar. Daar is er één afgebroken. Kijk, dat is hem. Nou is die kabels afgebroken. En dan zaten wij dus te denken. Even kijken. Ik moet even focussen op ons ding. Focusje. Zo. Ook zelf in het licht staan. Oh, nou hebben we hem. Ja, kijk aan. Daar is hij. Nou zien we hem. Daar, zeg maar, daar zit hij dus vastgeschroefd in die in een aluminium geval. Hier zo gaat de kabel er aan. Nou is dit een vastgeknepen huls. En daar zit een naadje. Dus we gaan kijken of we deze huls zo open kunnen slijpen. Want het is waarschijnlijk gewoon een klein stukje buis dat er eigenlijk overheen geschoven is over die kabel. En daar binnenin zit waarschijnlijk een pinnetje waar die omheen zit. En dan zit dit vastgeknepen, zeg maar. Dus die houdt op die manier de kabel op zijn plek. Dus ik ga kijken of ik dat eraf kan slijpen. En dan kunnen we het stukje buis vervangen. En dan kunnen we hem opnieuw aankoppelen, want we willen het wel repareren eigenlijk. Oké, ik ga hem slijpen. We hebben nog een ander probleem. Dat is wat dan? Kijk, doordat deze de verhuizing heeft moeten doorstaan... Ja, is er zo'n veertje verloren gegaan. Oei. Oh, maar dat is een veertje van een balpen. Die kunnen we gewoon uit een pen halen, denk ik. Ik wou net zeggen, dat is een balpenveertje. Dat kunnen we wel... Oké. Dat is geen probleem. Oké, ik slijp het ding open. Oké. Ik zit er eens even nog naar te kijken. En het kraagje wat je ziet, dat is geen buisje. Ja, het is wel een buisje, maar hij zit er niet los op. Zie je dat? Dat is gewoon gedraaid, daar. Hij zit er gewoon aan vast. Dit is gewoon een buisje, dat is gewoon plat genepen en er zit alleen maar die kabel in. Ja, het is gewoon daar geknepen en daar geknepen. Die kabel was lang. Dus we moeten hem gewoon wel uitboren. Je kunt hem gewoon uitboren en dan solderen we hem toch? Dat doen we. Maar dit ziet er ook raar uit. Dat is gewoon afgetwist. Ja, dat is het probleem, daarom was hij hier afgevallen. Ja. Oké. Ik denk dat we hem gewoon moeten uitboren. Hij stelt echt niet scherp. Hij zit weer vast hoor. Hij zit er weer aan. Nou hopen dat hij het ook nog doet. Zal het wel. Ik hoop het wel, we zullen het wel zien. Ja, die doet het wel. We hebben net de diode ook gemeten en die deed zo ook. Dus... Ja, maar nou niet meer hoor. Ja, tuurlijk niet. Nee, ik heb net wel gemeten. Hij deed wel wat anders, maar ze deden allemaal een beetje raar. Dus ik weet ook niet of dat het... Het zijn natuurlijk ook diodes volgens Russisch recept. Het zijn geen diodes. Het zijn het ook gewoon condensatoren ofzo. You never know. Waar nou in? Het zit straks weer in elkaar, dan werkt het misschien wel weer. Oké, laten we even koffie drinken dan. Is het koffietijd? Ja, dat is het wel, joh. Het is 11 uur volgens mij. Oké.
gaan even kijken of we de drone in de lucht kunnen doen. Hè? Het waait er wel hard. Kijken of hij dat fijn vindt. Spannend. Jij vindt het fijn. Ikke. Kijk, ja, ik blijf op de grond staan. Dus ik vind het altijd fijn. Doe maar, nee, niet zo. Jij staat nog op de sportstand. Ja. Zo moet het. Hoppa. Hier, doe jij maar. Oh nee, laat maar zitten. Je zit in die kakker. Het is echt verschrikkelijk. Ik heb hem af, jongen. Nee, niet enter device. Hij, moet, hij zegt start flight. Nou, dat denk ik. Start your flight, je op flight mode staat. Ja, hier ook. Oh ja, vliegtuigje. Ja, dat is goed. Zou hij er niet goed in zitten? Jawel, hij zit er wel goed in. Hij doet het wel klaar. Moet deze ook aanstaan. Zijn we toe. Het kan omhoog gooien. Moet hij niet eerst aan? Nou, normaal gesproken doet hij het pakt hem daar ook al. Je moet toch enter device en even naar het device enteren? Nope. Oh. Daar komt go fly te staan. Nee, mag ik even een keer opnieuw. Waar staat hij daar? Nee, ik wil het echt dit doen. Nee. Hier, connect to the aircraft. Let op. Nee, deze niet. Deze niet. Deze allemaal niet. Linken. Ja, maar dat moet niet. Vorige keer ging het toch ook goed? Ja, de stekkertje is vuil. Dat is niet waar, want hij doet opladen hier. Ja, dat weet ik. Dat deed mijn telefoon toen ook. Dat is niet waar. Jawel. Het stekkertje zit er echt goed in, ik weet het zeker. Misschien met een andere Mavic. Nee. Nee. Hij staat op 2, we hebben toch geen 2? Nee, Mavic Air. Ja, daar stond hij niet op. Hier. Ik denk echt jongen, elektronica. Ik snap helemaal niks van waarom dat je stekkertje is gewoon. Gaan we erin eruit? Nee, dat is niet waar. Huh? Nou, hij moet dan go fly gaan. Wacht even. Moet deze aan, man. Dit was net ook. Hij zegt wel wat erin. Hey. Kijk, go fly. Zie je wel? Zo. Hallo. Hallo. Het komt er steeds mooier uit te zien dit, hè? Ja. Kijk, weet je wat nou grappig is? Wat is grappig? Tegenwoordig, als je iets koopt, dan kun je het weggooien als het kapot is. Dat is met veel dingen zo tegenwoordig. Maar dit is gewoon gemaakt om te maken. Let op. Ik was aan het kijken, ik denk, hoe kan je nou die koolborstels erin krijgen, hè? Ja. Nou, wat is het een pinnetje nee, in? Nee, let op. Wat ik hebben ze nou gedaan? Ze hebben natuurlijk... Oh. Daar gaat het pennenveertje. Ja, dat is... Ja, ik heb het al gezien. Er zit een gaatje. Ja. Je moet die dingen erin drukken. En doe je dat pennetje erin. Dat is nog niet wat alles is. Let op. Wacht even. Ik ga even de camera bijstellen. Kijk, je doet natuurlijk het pinnetje erin. Dat zijn koolbosseltjes. En dan denk je... Oké, dat is slim bedacht. Hoe trek ik nou dat pinnetje eruit? Er zit een gaatje in waar die doorheen kan. Ja, dat is geniaal, hè. Zo zie je maar weer. Ja, dit zijn dus de koolborstels. En de koolborstels die lopen hier over die twee blinkende ringen. Koolborstel is nou eenmaal een dingetje eigenlijk om stroom over te dragen van een bewegend deel. Hè. Dit ding draait rond. Die koolborstels staan stil. Die lopen hier op die sleepringen. Sleepcontacten. Ja, sleepringen is dit, ja. Sleepringen, ja, precies. En, ja, het is zo. Eigenlijk geen koolborstel. Ja, het is wel ja dit is wel een koolborsteltje, toch? Ja, en die glijden en die glijden daar overheen, hè. Ja. Ja, maar kijk, ik dacht dus, waar zijn nou die gaatjes voor die het probleem zitten? Is, kijk, dit ding, dit gaat deze deksel, zeg maar, die wordt zeg maar hier zo overheen geschoven. Die koolborstels die komen met een veertje eruit, zoals je net al zag. En als je dat ding erin wil schuiven, dan moeten ze naar achter blijven zitten. En dat draadje nu. Kijk hier, daar kun je nooit meer bij. Plop. Oh. Waarom schilder jij altijd die ankers mee, Dirk? Dan zijn ze mooi rood. Dan zijn ze mooi rood. Het zijn snelle ankers. Woehoe! Fancy, hè? Maar volgens mij ben je er nou nog niet. Want volgens mij vergeet je een onderdeel, Dirk. Die. Ja, maar het was even om te laten zien, hè? Oh ja! Dat is fijn, want je had het pinnetje nog niet eruit getrokken. Nee, want hij zit nog niet ver genoeg. Oeh. Ik denk dat hij er niet meer op kan. Jawel, man. Dat moet zo blijven. Oké, regel die shit. Mooi hoor.
We zijn even lekker aan het puzzelen aan nog wat tankonderdelen. Ik heb hier wat klokjes. Kijk, de oliedrukmeter. Die was helemaal verdwenen bij onze tank. En ik heb een andere. Hier regelt net, zit allemaal een beetje zand in en zo. Dus die wil ik even schoonmaken. Hadden we hier nog iets eigenaardigs. Hier is onze oorspronkelijke toerenteller. Daar had de grappenmaker het glas van kapot geslagen. En dit plaatje is helemaal omgebogen. En de wijzer is weg. Nou hebben we een vervangende. Kijk. Oeh, is een mooie nog, hè. Deze is van een Russische of een Poolse T55. Het is toch wel een beetje anders. Kijk hier, dit is sowieso al een stuk groter. Maar dat is niet zo erg, want de schroefjes en zo komen wel overheen en de diameter. Dus dat is allemaal goed. Maar wat vervelender is dat het stekkertje ook wel anders is. Ja, dus daar moeten we nog eens even iets op gaan verzinnen. Dan heb ik dit stekkertje al losgeschroefd. Dan kunnen we deze teller aanpassen, zodat hij aan onze kabelboom past. Misschien is dat wel de beste oplossing. Nou is ook het stekkertje niet precies hetzelfde. Deze weer met 4 boutjes en die weer met 3. Dus dat is even knutselen. Daar was ik mee bezig. En Dirk is ondertussen bezig met het assembleren van de dynamo. Want die moet op de motor. Oh, ja. Als die namelijk op de motor zit, dan moeten we de spruitstukken nog hebben, dan kunnen de motor in de tank gaan hijsen. Dus daar zijn we druk mee bezig. Maar ja, het is ondertussen al wel weer tijd voor de reacties. Dus ik heb even de telefoon erbij. Nu zitten we heel kort erop met de reacties. Want, even kijken. Het was pas om 3 uur geklopt. Om 3 uur, hè? Ja. Ah, dat is echt, het is een uur en 3 kwartier geleden nu. Het is nu 4:15, dus ik pak ze erbij. We doen gewoon wel de reacties van de laatste video. Ja, wat was het gisteren voor video? Ja, gisteren was het helemaal misgegaan. De laptop deed niet meer. Hij was helemaal volgeslipt met beeldmateriaal. Maar dat is nu opgelost. Hij is leeggehaald. We zijn aan het kijken voor een andere computer voor de backups. Die hebben we al. Er zitten wat harde schijven in. Die moeten we gewoon meer bijhouden eigenlijk. Hè. Dat komt tot neer. Even zien. Dave Plus. Die zegt, goed opgelost jongens. Oké, mooi. Paul Terhaar zegt, normaal mens knijpt bubbeltjesfolie met zijn vingers kapot. Milo holt mij dubbel fris. Dubbel fris pakken pletten met de heftruc. Vond ik leuk. Stijn Karelsberg, stapelauto's, interessant concept. Nou, dat scheelt gewoon een boel ruimte. Dat doe ik thuis ook altijd. Nou, eigenlijk is het best goed. Als je nou in de stad woont, hè, en je hebt gewoon zeg maar zo'n smal doorgang waar je mooi met je heftruckje wel doorheen kan. En je hebt zeg maar zo'n parkeervak waar je voor betaalt. Maar je stapelt gewoon je auto's altijd in een parkeervak op. Zou je dan ook gewoon voor 1 auto moeten betalen? En hoe ze dat noemen? Nee, hoe noemen ze dat? Parkeergarage. Nee, maar als je gewoon in zo'n parkeervak je auto's opstapelt, dat mag toch eigenlijk? Zou je dan bij allebei die auto's kijken dat er voor betaald is? Want dat telt eigenlijk niet. Het parkeerverbod geldt toch niet in de hoogte? Dan hebben ze het autoslopers-tarief, denk ik. Nee, kletskoek. Ik weet niet, ik zou het proberen. Ja, ik weet niet, ik woon niet in de stad. We kunnen het natuurlijk proberen voor een nutteloze test. Ja. Even kijken, we kunnen natuurlijk... de reacties van de video daarvoor die zaten er al in, hè? Ja. Tuurlijk, we zijn helemaal bij. Ja, mensen, dat was het dan voor vandaag. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. En tot de volgende. Het was een beetje een korte, maar ja, we hebben natuurlijk... we hebben een beetje opgeruimd. Job is bezig geweest met het editen van de video voor vrijdag op het hoofdkanaal. Dat wordt mooi, want dat wordt namelijk de test met de accufiets en het bouwen ervan. Dus ik zou daar zeker even kijken. Dus tot de volgende.